Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, burgers van Nederland en mensen op de tribune die hier massaal dit debat aan het volgen zijn. Ik wil beginnen met twee dingen. Allereerst veel dank aan de oud-informateur, de heer Plasterk, voor de positieve en constructieve wijze waarop hij de gesprekken heeft geleid. Dank ook aan zijn staf, die 24 uur per dag voor ons klaarstond en voor wie geen vraag te veel was. En dank ook aan de bodes en de beveiligers in het formatiekwartier die ons elke dag een warm welkom gaven, die ons van koffie en lunch voorzagen en die zorgden voor begeleiding in en buiten het formatiekwartier. Hulde. En dank ook dat de heer Plasterk altijd ogen en oor had voor de mensen achter de politici aan tafel en daar ook op handelde, meermaals. En het doet me heel erg veel pijn dat het instituut van informateur niet werd beschermd. Ten tweede, aan de mensen in Nederland. Ik vind het verschrikkelijk dat wij de eerste fase niet hebben kunnen afronden. En dat u teleurgesteld bent. BBB gaat er alles aan doen om de formatie tot een goed einde te brengen. Voorzitter, democratie is niet voor bange mensen, zei minister Polak ooit in deze Kamer. En wat ik wel kan zeggen is, BBB is nooit bang geweest om verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor een jonge partij als de onze is kabinetsdeelname een grote stap. Maar BBB is niet bang om keuzes te maken. Niet bang om ook grote uitdagingen te lijf te gaan. Niet bang om aan tafel te blijven zitten. BBB heeft steeds gezegd dat het landsbelang voorop staat. Dat ons land een nieuw kabinet nodig heeft die de grote problemen waarmee burgers en boeren te maken hebben te lijf wil gaan. En zoals de achterbannen van de PVV, VVD, NSC en BBB in alle onderzoeken keer op keer aangeven te willen. En ook aan de formatietafel hebben wij dit elke keer gezegd. Elke keer. Nederland snakt naar een nieuw kabinet. Snakt naar een nieuwe koers. Snakt naar oplossingen voor de crisissen in dit land. Daar moet het over gaan. Het belang van de burgers in Nederland. Overal in het land waar ik kom vragen mensen dat van ons. Boeren, ondernemers, militairen, verplegers, leraren, vakmensen en andere burgers. Stuk voor stuk vragen zij om een regering die vernieuwing brengt. Een regering die hun kinderen van zolder en in een huis krijgt. Een regering die zorgt voor pensioenen. Dat pensioenen weer een zekerheid in plaats van een roulettetafel worden. Een regering die zorgt dat het energienet op orde komt, zodat dit land kan blijven innoveren en de gasrekening thuis omlaag kan. Een regering die zorgt dat er een migratiecrisis wordt aangepakt. En een regering die zorgt dat boeren kunnen kijken naar hun weiland in plaats van naar de portiek van het provinciehuis, het asfalt van de snelweg of naar het gras op het Malieveld. En dat vissers weer naar de zee kunnen kijken in plaats van naar de schroothopen van hun kotters bij Kampen. Voorzitter, het landsbelang staat voorop. En dat moet voorop blijven staan. En daarom is BBB wel aan tafel blijven zitten. En wij vinden het onbegrijpelijk en nog steeds niet te bevatten dat de heer Omtzigt dit landsbelang niet voorop zette. En op 6 februari, zonder ons in te lichten, wegliep. Op onze vraag, die middag, of hij nog terugkwam, zei de heer Omtzigt, ik geef u geen garantie. Maar voorzitter, intussen had de heer Omtzigt de pers al opgetrommeld en was de ledenbrief al geschreven. De heer Omtzigt liep op 6 februari om 3 uur weg. De heer Wilders en mevrouw Jezilkus en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam precies om 19:12. 7:12 in de avond. In de vorm van een bericht op de NOS-website. Omtzigt keert niet terug. De media en heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. En om 10:00 s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic, een schoffering zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. En sorry hebben wij met z'n drieën nog niet gehoord, helaas. Na weken praten, weken waarin alles, maar dan ook alles, werd gedaan om de heer Omtzigt comfort te geven. En dat geen gesprekken meer gepland konden worden. Dat klopt, dat kon ook niet, want de heer Omtzigt was weg. De kiezer heeft op 22 november gesproken. En daarom is BBB wel aan tafel blijven zitten. Wij zitten hier niet voor onszelf, wij zitten hier voor de mensen in Nederland. De mensen die ons gekozen hebben. De mensen die ons betalen en de mensen die op ons rekenen. BBB is niet weggelopen voor verantwoordelijkheid die we hebben aan Nederland. En zal ook in de volgende fase deze verantwoordelijkheid willen nemen. Voorzitter, Nederland kan niet nog langer wachten. Dank u wel. U bedankt. Een vraag van de heer Dijk.
Voorzitter, denkt mevrouw Van der Plas dat het helpt om tot een nieuw kabinet te komen? Ik heb altijd geleerd dat je dingen goed met elkaar moet uitspreken voordat je verder kan. En ik denk dat ik dat hier goed heb uitgesproken. En dit is ook geen geheim voor de heer Omtzigt hoe ik hierover denk. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Mij staat bij dat er intimiderende filmpjes waren met een Kamerlid van NSC in de hoofdrol. En dat mevrouw Van der Plas niet al te veel comfort bracht aan de NSC-fractie om te zeggen, hé, dat doen we dus niet in dit land. En toevallig gaat mijn vraag daar ook over de rechtsstaat. Ik hoorde mevrouw Van der Plas zeggen dat het land niet kan wachten en dat we allemaal dingen moeten doen voor Nederland. En dat klopt, maar ik miste de mensen op het platteland en de rechtsstaat. Ik zie dat er een basislijn, keurig vrome tekst, we gaan ons overal aanhouden, inclusief verdragen, gaan we allemaal doen. En nou wil het geval dat mensen op het platteland heel erg veel moeite hebben moeten doen om naar de rechter te stappen, om die een uitspraak te laten doen over de veel te slechte bescherming tegen stankoverlast. Die wetgeving is uitgehold door VVD en CDA. En de rechter heeft daarvan gezegd, de Nederlandse staat is hier nalatig en dit beleid is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, gaat het over de formatie? Ja. Ja, zeker gaat het over de formatie, want de rechtsstaat impliceert dus, als je dit keurig opschrijft, hier gaan we ons aan houden, dat je dan ook zegt, meteen die stankwetgeving aanpassen. Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat de Nederlandse staat in overtreding is en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schendt ten koste van de gezondheid en het welzijn van die mensen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus één concretisering van die vrome woorden die we hier lezen. Hoe staat de BBB daarin? Nou, dit is niet een voorstel van BBB als wetsvoorstel. Dit is een aangenomen motie die hier door de meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen. En dat heet democratie. Nee, voorzitter. Wat hier gebeurd is dat een VVD-Kamerlid en een CDA-Kamerlid, het waren de heer... Krijgen wij weer de schuld? Ja. Zo gaat dat. Maar het wordt mooier. Het was een CDA-Kamerlid en een VVD-Kamerlid. Die hebben die wetgeving uitgehold. En dat ex-VVD-Kamerlid zit nu in de Eerste Kamer voor de BBB. De heer Oplaat. Nederland heeft dus wetgeving zo versoepeld dat de rechten voor de mens in het gevaar zijn gekomen. En nou lezen we een basislijn. Wij moeten hier geloven dat de rechtsstaat veilig is bij deze partijen. Niet alleen de heer Wilders roept vragen op, maar ook de BBB. We moeten dit geloven en ik wil concreet antwoord. Gaat de BBB standpeden zeggen, oh, dat moeten we aanscherpen, want dit kunnen we niet hebben. Huppakee, strengere stanknormen. Ja, sorry voorzitter dat ik het zeg, maar dit gaat echt totaal niet over de formatie. Dit is een landbouwdebat en die vragen... Nee, ja, dan kan mevrouw Ouwehand lachen. Dit gaat helemaal niet over het formatieproces. Dit gaat niet over de gesprekken die we met de vier partijen hebben gehouden. Ze vraagt mij iets naar een passage wat in de tekst van de formateur staat. Betrekt dat op stallen op het platteland, hè, waarvan hier gesuggereerd wordt dat miljoenen mensen in verstikkende stanken leven. Zeker zijn daar problemen, dat kan ook worden aangepakt. Maar als u het niet erg vindt, voorzitter, hou ik me gewoon bij formatie. Ja. Echt vragen over de formatie. Ik ben het daarmee eens, mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, en dat vind ik verontrustend. Omdat aan het begin van deze formatie had de Kamer grote zorgen over de rechtsstaat. En nu is dit eruit gekomen. Ja. Wij moeten geloven dat de rechtsstaat veilig is. Ik heb het niet voor niets steeds ook over voorgaande kabinetten gehad. Want de rechtsstaat gaat niet alleen over vrijheid van godsdienst. De rechtsstaat is ook, leef je verdragen naar. Ik noem stikstof, ik noem klimaat. Ik noem de bescherming van de gezondheid van burgers op het platteland. En als je dan een vroom tekstje opschrijft en zegt, hé, bij ons is die rechtsstaat veilig. En je weet niet eens waar dit over gaat. En je durft niet eens te zeggen, helder, ik weet niet precies hoe het zit, maar dit is onacceptabel, dat gaan we aanpakken. Dan blijkt dus dat die rechtsstaat niet alleen bij de heer Wilders, maar ook bij de BBB helemaal niet veilig is. Ja, dat is uw conclusie. Dat is niet mijn conclusie. De heer Bontebal. Voorzitter, ik vond de inbreng van mevrouw Van der Plas helder, maar ook vrij hard. En als ik ruzie heb met mijn vrouw, en dat heb ik niet zo vaak, en als ik het heb, dan ligt het aan mij. Maar als ik ruzie heb...
Ja. Ik moet nog thuiskomen, lieve mensen. Zullen we... Gezinspartij, jongens. Zullen we terug naar het formatieproces en uw relationele problemen? Als ik ruzie heb met mijn vrouw, dan zal ik dat ook nooit plenair uitvechten. Dat merken we. Dat. Hoe? Ja, ze kijkt misschien ook nog. Mijn vraag, mevrouw Van der Plas, is hoe wil zij verder gaan? Want ik denk dat u daarmee ook best wel wat kapot maakt in verhoudingen. Door zo hard hier dit te zeggen. Het is eerlijk. Maar het is ook vrij hard. Ik zou op die manier niet thuis kunnen komen. Ja, kijk, ik doe het juist in een open debat. Waar iedereen kan meedebatteren. Waar iedereen op kan reageren. En ik hou daar veel meer van dan het achter iemand zijn rug om te zeggen. Ik heb al eerder deze week aangegeven dat wij totaal verrast waren door het vertrek van de heer Omtzigt. Dat wij tot 's avonds op het ministerie van Justitie hebben gezeten te wachten op antwoord. Dat is helemaal geen nieuws, dat is al eerder verteld. En vervolgens lees je de hele week in de media van alles en nog wat over ons geroepen. En ik ga eventjes uit van mijn eigen partij. Hè, wij zouden snerend hebben getweet. Nou, ik heb alle tweets bij me. Ik heb geen idee waar ik snerend heb getweet over de formatie. Niet naar de heer Wilders, niet naar de mevrouw Jezus. Helemaal niet. Dat wordt gewoon maar even geroepen. Hè, zelfs bij Buitenhof door de heer Remkes. Vervolgens wordt er gezegd dat wij hebben gelekt. Wat gewoon echt volstrekt niet het geval is. Er is geen woord bij ons vandaag gekomen. Sterker nog, de journalisten in Nederland vonden mij gewoon verschrikkelijk irritant, omdat ik steeds zei, ik zeg niks. En van het weglopen, ja, ik vind, dat is wel een cruciaal moment geweest, voorzitter. Dat is een cruciaal moment geweest, want vervolgens wordt er ook gezegd, ja, maar ik kwam niet op gesprek omdat er geen gesprekken meer waren. Nee, die kans hadden wij niet eens. Die kans hadden wij niet eens. Er lag nog wel een en ander op tafel om te bespreken. Dus waarschijnlijk hadden we die dag nog wel gesprekken gepland. En ik vind het gewoon heel vervelend. En ik wil het gewoon oud en niet open hebben. Ik kan een heleboel dingen nog vertellen over formatie. Ga ik niet doen. Maar dit was voor mij wel een cruciaal moment. En ik begrijp ook niet, net als mevrouw Jezelkes en de heer Wilders, ik begrijp ook niet wat nou precies het moment was van het weglopen. Want ik zie bijvoorbeeld in de reconstructie van de NOS dat er... Ik ben gewoon echt serieus in totale verwarring. Bij de NOS zie je een reconstructie en daar wordt gezegd dat het eigenlijk voor die vrijdag 2 februari al een besluit was genomen om niet verder te gaan. Toen waren de financiële stukken er nog niet. Toen hadden we het nog niet eens gelezen. Dan wordt er gezegd dat het komt door het lekken en door het sneren, door het geen vertrouwen hebben in elkaar. Dan komt het weer door de rechtsstatelijkheid. Ik heb gewoon geen idee. Ik heb serieus geen idee meer, want ik hoor van alles en nog wat. En die 6 februari is gewoon wel een heel cruciaal moment geweest van het weglopen, omdat wij toen niks meer konden. En als de heer Bontebal vraagt, hoe gaat u verder, kunt u verder? Ja, ik kan verder. Het is de vraag of andere partijen dat willen met BBB erbij. Maar hoe? Verder en ik wil ook met een schone lei verder. Maar ik vind ook dat je hier wel kan benoemen wat voor ons gewoon heel zwaar heeft gewogen de afgelopen week. Maar wilt u weer met de NSC dan aan tafel of zoekt u naar andere vormen? Dus hoe, en als dat u verder wil, snap ik, maar hoe wilt u verder? Met welke vorm, welke partijen? Ik neem aan dat u zelf graag mee blijft praten. Daar bent u gewoon transparant in en ook altijd geweest. Maar wilt u NSC terug aan tafel hebben of wilt u andere vormen verkend zien? Ik zou zeker verder willen met NSC, ja. Want NSC is gewoon een hele goede partij. Althans, die een goede fractie met goede standpunten die veel raakvlakken heeft met de BBB-standpunten. Daar heb ik ook nooit onder stoelen of bank gestoken. En ik denk dat wij zeker ook wel consensus zouden hebben gehad, hè, of perspectief hadden gehad op een tweede ronde. Dus daar doet dat niks aan af. Ook de heer Omtzigt, heb ik altijd genoemd, doe ik nu weer, is gewoon een knettergoed Kamerlid. Nederland heeft iemand als Omtzigt gewoon wel nodig om zeg maar dingen naar boven te halen of goede debatten te voeren, mensen bij de les te houden, het kabinet te controleren. Zeker. Soms zijn er incidenten, ja, dat kun je nooit voorkomen, weet je. Mijn huwelijken heb ik ook nooit, is het ook nooit koek en ei geweest.
Maar goed, dat hoort ook bij het leven. En we zijn, weet je, en we zijn ook niet van suiker, hè? Kom op, jongens. Alsjeblieft. Nee, volgens mij nog één op. Bij mij gaat het goed, hoor, voorzitter. Mooi, goed om te horen. Het is Valentijnsdag vandaag, hè? Als u nou nog af en toe een beetje piano speelt voor uw vrouw. Ik weet dat vrouwen dat altijd heel leuk vinden als mannen muziek voor hun maken. Dus, althans, dat was bij mijn man zo. Vond ik altijd leuk. Dus het is 14 februari, Valentijnsdag. Dus. Meneer Jetten, wilt u nog wat relationele mededelingen doen? Nee, dank u. Maar ik denk dat de eerste termijn van mevrouw Van der Plas maakt dus duidelijk van haar hart geen moordkal. Ik weet niet of dat helemaal voldeed aan een liefdesserenade op Valentijnsdag. Maar het verbaast me eerlijk gezegd wel dat u dan in de inbreng van de heer Omtzigt geen enkele keer naar de interruptiemicrofoon bent gekomen. Want ik vind het inderdaad ook nog steeds een beetje gissen. Wat is nou de hoofdreden van NSC geweest om niet door te gaan met die gesprekken? Maar ja, we hebben dit debat dan ook niet benut om het nog scherper te krijgen. En dat brengt me bij de eerste vraag. Met de motie van de heer Wilders straks in tweede termijn, ja, kunnen we weer met de hele Kamer gaan verkennen. Maar het voelt toch meer dat u met z'n vieren een beetje relatietherapie nodig heeft om het even met elkaar uit te spreken. Dus vindt mevrouw Van der Plas ook niet dat die motie zich eigenlijk vooral zou moeten richten op weer doorpraten met PVV, BBB, VVD en NSC om te kijken of dat u het met elkaar weer kunt lijmen? Ja, ik denk dat de heer Jetten misschien naar de eigen ervaringen in het huidige kabinet, het demissionaire kabinet, kan kijken. Want volgens mij is dat één grote relatietherapie geweest de afgelopen jaren. En die werken ook nog steeds met elkaar samen. En kijk, nogmaals, niemand moet de illusie hebben dat het allemaal roze geur en maneschijn is. En dat we huppelen als dartele lammetjes in de wei richting de ondergaande zon. Zo gaat dat natuurlijk niet, zo gaat dat nooit. Tuurlijk heb je dingen, maar ik vind ook dat je dingen moet uitspreken en dingen moet kunnen zeggen. En zeker als je in de afgelopen weken van alles en nog wat over jezelf of over BBB hebt gezien, dan wil ik gewoon wel dit cruciale punt aangeven, wat voor ons, althans voor BBB, gewoon een heel naar moment was. Maar dat wil niet zeggen dat dan de deur dicht is. Want nogmaals, ik sta hier om voor mensen in Nederland problemen te gaan oplossen in een kabinet. En mijn voorkeur heb ik ook nooit onder stoel of bank gesteken. Mijn voorkeur is altijd geweest een meerderheidskabinet. En als dat nog enigszins kan, die kans is klein, maar als het nog enigszins kan, zal ik daarvoor blijven pleiten. Maar als het een andere vorm is, andere vorm van een kabinet is, dan sta ik daar ook voor open. En dan moeten we het over hebben, over hoe dat er precies uit gaat zien. Voorzitter, helder. Ik denk zelf dat overigens iets uitpraten, uitspreken altijd twee partijen nodig heeft. Dus misschien dat u het ook nog in een gesprek samen kunt proberen. Maar een van de redenen die de heer Omtzigt net aangaf waarom NSC nu weinig vertrouwen zag dat dit zou kunnen gaan lukken is, zijn hele grote opgaven in het land op bestaanszekerheid, klimaat, stikstof, noem het allemaal maar op, wonen. Maar dat vraagt ook zware financiële keuzes. En de fractie van NSC heeft aangegeven, ja, met bezuinigingen die moeten plaatsvinden om binnen de 3% te blijven, met mogelijke risico's die zich nog voordoen, zijn er ook echt wel flinke knopen door te hakken. Is mevrouw Van der Plas het met de heer Omtzigt eens dat het financieel niet allemaal kan de komende paar jaar? Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk nooit een ongedekte check voor alles. Maar het punt is nou juist dat we daar niet aan toegekomen zijn. We zijn dus helemaal niet aan toegekomen om dat met elkaar te bespreken. Want die financiële stukken kwamen op tafel. De heer Omtzigt zegt, ja, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben het daar nooit meer over kunnen hebben, want de heer Omtzigt was al weg. En ik had het daar wel graag over willen hebben, los van het feit dat ik vind dat hoort in een tweede ronde. Bij een tweede ronde, als je zegt, van, nou, we hebben in ieder geval perspectief op consensus, om het zo maar even te zeggen, dan kunnen we het daarover hebben. En iedereen zal water bij de wijn moeten doen. Niet alles kan, zeker. Ik denk ook dat wij allemaal die bepaalde keuzes die je maakt, sommige dingen haal je wel binnen, sommige dingen haal je niet binnen, dat je het ook aan je achterban kan uitleggen dat je het een wel hebt binnengehaald, maar ja, dat is ten koste gegaan van het ander. En wat het ander dan is, dat had in de tweede ronde gemoeten. En ik sluit me bij mevrouw Jezus aan, ik had dat liefst morgen ook gedaan, om daar verder over te hebben. Ja, voorzitter, het klopt. Hè? Je moet in zo'n onderhandeling op een gegeven moment keuzes maken. Het is geven en nemen. Je kunt er niet alles in krijgen. En dat zal je dan ook, als er ooit een akkoord komt, gewoon uitleggen aan de achterban.
Wat mij verbaasde deze week is dat in de Eerste Kamer de BBB-fractie er eigenlijk voor heeft gezorgd dat het financiële probleem of de financiële opgave voor de formatie nog veel groter is geworden. Met het wegstemmen van het wetsvoorstel salderen is er in de komende paar jaar 2,8 miljard extra tekort en structureel 717 miljoen. Dus 2,8 miljard op de korte termijn, 717 miljoen per jaar op de lange termijn. Die BBB wil blijven uitgeven aan een subsidieregeling waarvan inmiddels iedereen zegt die is eigenlijk niet meer nodig. En dat betekent dat u dat geld dus niet kan uitgeven aan de zorg of het onderwijs of aan Perspectief voor Boeren. En mijn vraag aan mevrouw van der Plas is, begrijpt u dan ook een beetje dat de NSC-fractie denkt met dit soort financiële onbezonnenheid eigenlijk van een paar beoogde coalitiefracties, is het ook wel heel moeilijk om de komende jaren afspraken te maken? Ja, dat is aan een tweede ronde, hoe je dat gaat opvangen. Kijk, zoals wij er tegenover staan, wij willen eerst samen bepalen wat we nodig hebben, hè, voor boeren en burgers in Nederland. En dan ga je kijken hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. En wat we tekortkomen en waar je kunt besparen. Dus het is veel te vroeg om te zeggen hoe je dit specifieke geval. En ja, hier wordt de Eerste Kamer erbij gehaald, maar goed, dit is de Tweede Kamer. En dat is hoe je in de tweede ronde met elkaar gaat kijken wat je gaat doen, wat wel kan, wat niet kan, hoe je zo'n tegenvaller of meevaller, het is maar net hoe je het bekijkt, mensen thuis zijn hartstikke blij dat het niet wordt afgebouwd of afgeschaft. En dat is in de tweede ronde. En daar staan wij natuurlijk voor open. De heer Timmermans. Voorzitter, misschien weer terug naar de informatie met u welnemen. Aan het begin van haar bijdrage hoorde ik mevrouw van der Plas niet één keer, maar drie keer over meneer Omtzigt heen rijden. Dus ik denk, moet dat nog goed komen? Maar nu zegt zij bij de interruptie, ja, ik wil nog graag met hem aan tafel. Meestal werkt het beter om niet iemand aan tafel te slaan, maar aan tafel uit te nodigen. Maar dit gezegd zijnde, u wilt met hem aan tafel, ik begrijp dat. U heeft een goede relatie met Wilders en Jessicus, u praat goed samen, dus ik neem aan dat uw voorkeur nog steeds is met z'n vieren een meerderheidskabinet te vormen. Als dat niet lukt omdat de heer Omtzigt liever wil gedogen, dan is de minderheidskabinet met gedoogsteun. Dat zijn toch ook uw voorkeursvarianten, neem ik aan. Volgens mij heb ik dat net gezegd, wat mijn voorkeur was. Mijn voorkeur is meerderheidskabinet. Ja. Als dat niet kan, staan wij open voor andere vormen. En welke vormen dat zijn, dat gaan we bespreken. Maar ik neem toch aan dat u daarbij toch een hele sterke voorkeur heeft voor die drie andere partijen waar u tot nu toe mee gesproken heeft. Als ik kijk naar de gesprekken die wij hebben gehad tot op het moment dat die abrupt werden afgebroken, vind ik dat wij redelijk goed op één lijn zaten. Althans, op punten. Hè. Er waren ook verschillen, maar dat is heel normaal. En die ga je dan in een tweede ronde, dan gaat de onderhandelingsfase. Hè. Dan ga je daar echt dieper op in. Zeker. Dus ja, dat heb ik ook al gezegd. Het verkiezingsprogramma van NSC is een verkiezingsprogramma met veel raakvlakken met BBB. Niet allemaal, maar dat kan ook niet. De fractie van NSC bestaat uit heel kundige mensen, allemaal op hun eigen gebied heel erg veel expertise, aanwinst voor de Kamer. Dus ja, al op die punten zeg ik, zou dat een hele goede optie zijn nog steeds voor ons. Dus, u zegt ook heel nadrukkelijk, ik wil zo snel mogelijk de mensen in het land helpen die in de problemen zitten. Dan zou je toch met mij eens moeten zijn dat het dan zonde van de tijd is om weer een nieuwe verkennersfase in te schakelen en meteen maar door te schakelen naar onderhandelingen met die vier partijen, drie eerst en daarna de vierde, om tot afspraken te komen. Anders verliezen we weer een maand. Dat moet u toch met mij eens zijn dat we dat beter kunnen overslaan. Ja, kijk, een tussenfase is denk ik wel nodig om ook gewoon even de rust, weet je, het stof ook te laten neerdalen, even weer opnieuw in gesprek te gaan. En eventueel andere partijen ook uit te nodigen. Ik zie dat niet als een belemmering. Het is niet waar ik van droomde, zeg maar, op 22 november. Van zo gaan we het doen. Maar het is wel zaak dat het zorgvuldig gebeurt. En dat als we dan weer verder gaan, na drie weken of twee weken, hoe lang het ook duurt, dat we op de goede koers zitten. Dus zo snel mogelijk, ja, zeker. Ik hoef geen 300 dagen te doen over het formeren van een kabinet zoals de vorige keer. Liever niet. Maar ook zorgvuldig. En als dat daarvoor nodig is, dan zeg ik daar ja tegen. Want uiteindelijk
De mensen in het land die moeten daar ook bij gebaat zijn. Maar ik ga het oeverloos maanden praten. Nee, daarna moeten we ook gewoon echt aan de slag, wat mij betreft. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Als ik het dus goed begrijp, dan zegt mevrouw Van der Plas het liefst gewoon eigenlijk door met de vier met wie we in gesprek waren. U heeft van uw hart geen moordkuil gemaakt. Duidelijk laten zien waar er nog enige pijn te verwerken is. Ik heb andersom ook dingen gehoord over, ook wel over de bedreigingen die vanuit FDF kwamen richting ook een Kamerlid van NSC. Dus ik denk dat er meer te bespreken is. Maar ik zie dan nog steeds niet de noodzaak waarom ook andere partijen langs zouden moeten komen bij meneer Putters. Dat voelt een beetje als een soort tussengarnituur om de boel een beetje te laten bedaren. Maar eigenlijk hebben deze vier gewoon het volwassen gesprek met elkaar te voeren, toch? Zeker. En dat zal ook gebeuren. Maar ik weet niet, je gaat naar de informateur toe. Als je een uitnodiging krijgt, dan is het wel zo beleefd of fatsoenlijk om gewoon even op bezoek te gaan. Ik ga er ook van uit dat alle partijen dat doen. Maar een partij kan daar zeggen van, nou, hartstikke fijn, meneer Putters, gefeliciteerd met uw nieuwe tijdelijke functie. We drinken even een kop koffie, maar voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel te zeggen. En u kunt binnen 5 minuten weer buiten staan. Dat kan. Dat is aan een partij. Dat is aan de ChristenUnie in dit geval. Dat is aan de D66. Dat is aan GroenLinks PvdA. Daar ga ik niet over. Ja. Mijn gesprek zal iets langer zijn, waarschijnlijk. Nee, voorzitter, als de informateur uitnodigt namens de hele Kamer, doet hij dat werk. Dan weiger je niet snel. Dat vind ik helder. Zo ga je met elkaar om. En zo heb ik ook keurig van gedachten gewisseld met de heer Plasterk, wat hij fantastisch heeft opgeschreven. Dat is helder. Maar als we hier met elkaar na een heel aantal dagen terugkomen op een bepaald moment in de informatie en zeggen van, hé, hier is het stuk opgelopen, dit moet nog eens wat uitgepraat worden, dan is het een beetje wonderlijk om weer iedereen erbij te trekken, terwijl het heel duidelijk is waar de problemen zich concentreren en de betrokken partijen allemaal zeggen, wel in verschillende mate, het zou goed zijn als er met elkaar doorgepraat wordt. Dan snap ik niet zo goed. Met alle liefde kom ik langs, hoor, en ik wil nog goudse stroopwafels meebrengen, ook allemaal geen probleem. Maar het brengt niet de vaart erin die dit land zo nodig heeft. Dus ik snap de motie van de heer Wilders niet zo goed en we moeten er straks wel over gaan stemmen. Ja, ik heb gezegd hoe ik daar tegenover sta. En als ChristenUnie zich daar niet zo lang bij voelt bij die motie, staat het ChristenUnie vrij om daar tegen te stemmen. Dus ja, ik weet niet. Ik wil nog wel even een opmerking maken, voorzitter, over de bedreigingen die waarschijnlijk mevrouw Bikker op de heer Holman heeft gehad na dat Farmers Defence Force incident. Ik neem natuurlijk afstand van elke vorm van bedreiging of intimidatie. Dat spreekt voor zich. Ik ben hier de afgelopen 3 jaar in deze Kamer zowat bij elke start van de trekker op het erf richting ergens naartoe gevraagd om overal afstand van te nemen. Ik heb afstand genomen van geweld, van bedreigingen, van huisbezoeken, van het ophangen van poppen. Keer op keer heb ik dat gedaan. En ook in dit geval is een intimidatie, zoals je het misschien zou kunnen opvatten. Mij werd gevraagd of het een verkapte bedreiging was. Ik zag het niet als een verkapte bedreiging, maar ik zag het wel als intimiderend. Dus laat ik daar heel duidelijk over zijn. En als dat verkeerd is opgevat, door anderen of door de heer Holman zelf, dan spijt me dat. Maar het mag nooit een misverstand zijn dat ik daar afstand van neem. En het is wel zo gedraaid alsof ik dat maar oké vond, weet je, doe alles maar. Het is gewoon helemaal niet waar. Waar ik ook afstand van neem, mevrouw Bikker, via de voorzitter, is dat als wie dan ook hier in de Kamer bedreigd wordt, en in dit geval de heer Holman, door mensen, want ik weet niet of het Farmers Defence Force mensen zijn, ik ken de aangiftes niet, ik ken de daders niet, maar stel dat het zo is, die wens ik niet op mijn borst gelegd hebben. Dat kan ik u erbij vertellen. U kunt niet, via de voorzitter, tegen mij zeggen, omdat ik iets heb gezegd, dat iemand anders bedreigd wordt. Dat accepteer ik ook niet. Want dan gaan we wel een beetje een grens over. Want dan kan alles wat elke 150 Kamerleden hier zeggen, die kunnen allemaal verantwoordelijk gehouden worden voor individuele bedreigingen van gekken. Laten we het daar even over hebben. Want als je iemand bedreigt, ben je gewoon knotsgek. Maar ik ga me dat niet laten aanmeten dat het door mij komt. Dank u wel. Dank u wel. Tot zover. Mevrouw Bikker nog, afrondend. Ja, voorzitter. Ik heb alleen gevraagd
Ik heb benoemd waar de pijnpunten zitten. En toen mevrouw Van der Plas nu nader inging op de bedreigingen, ook richting minister Adema, hecht ik eraan om te benadrukken op ieder moment dat wij als politicus om een reactie worden gevraagd op zulke dingen. En u heeft dat een keer, ik heb dat een keer. En of dat nou over rebellen gaat die op een snelweg gaan zitten, of die met een trekker aan de slag gaan, dat maakt mij niet uit. Maar dan hebben wij op te staan voor onze instituties. En het is vervelend genoeg dat het nodig is, maar ik denk wel dat we elkaar daar scherp in kunnen houden. En ga dan mij ook niet verwijten, want dat doe ik helemaal niet. Ik hecht er juist aan om samen op te staan. En alle keren dat mevrouw Van der Plas dat wel deed, ben ik er dankbaar voor. Is dat ook nodig? En deze keer ben ik blij dat ze nu haar been bijtrekt. Dank u wel. De heer Dassen, ik wil eigenlijk door naar de volgende spreker. Kort, voorzitter. Want ik hoor mevrouw Van der Plas zeggen, het stof moet weer dalen. En dat is eigenlijk de reden dat we deze periode nodig hebben. Dus ik ben dan even benieuwd van wat mevrouw Van der Plas precies in deze periode nodig gaat hebben om het stof dan ook daadwerkelijk te kunnen laten dalen. Want het gaat wel weer 3-4 weken duren voordat we dan weer een stap verder zijn. Dat ga ik met de nieuwe informateur bespreken. Ja, voorzitter, dan wil ik toch even doorvragen, want ik vraag me dan toch ook een beetje af wat het signaal is richting alle Nederlanders. Die verwachten dat we nu heel snel met elkaar zorgen dat er een stabiele meerderheidscoalitie is. Die zorgt dat de problemen worden aangepakt. En u geeft net aan van ik wil heel transparant zijn en ik wil het in het debat bespreken. En u geeft eigenlijk ook een heel duidelijk signaal richting de heer Omtzigt dat u niet tevreden bent over de manier hoe hij gehandeld heeft. Maar ik maak me daar dan wel zorgen over, want u heeft uw hart gelucht. Maar wat heeft mevrouw Van der Plas dan precies nodig om dat stof verder te laten dalen? Wat heeft zij nodig van de heer Omtzigt? Of moeten we dat nu allemaal de komende 4 weken gaan afwachten? Nou, sorry, voorzitter. Dat ga ik met de informateur bespreken. Zeker heb ik mijn hart gelucht. En daar zal misschien nog verder over gesproken worden. Maar ik voel mij niet geroepen om in dit debat te gaan vertellen wat ik met de informateur vertrouwelijk overigens ga bespreken. Wat uiteindelijk misschien wel weer in het verslag terechtkomt, weet het niet. Dus ik weet niet welk antwoord de heer Dassen wil hebben, maar dat ga ik hier niet doen. Nou, ik had gehoopt dat mevrouw Van der Plas in ieder geval aangaf wat zij nu nodig heeft om in ieder geval ook te zorgen dat zij verder kan. Want in principe als je zo harde teksten uitslaat richting iemand anders, dan zit het blijkbaar heel hoog. En als je dat in de plenaire zaal doet, dan is het ook wel zo netjes om aan te geven wat er nodig is om dat te herstellen. Anders is het alleen maar uitdelen en niet aangeven hoe het dan ook beter gemaakt kan worden. En dat vind ik een slecht signaal, ook richting al die kiezers die op dit moment aan het kijken zijn. Ja, harde woorden. Dat kan zo dat het zo opgevat wordt. Ik heb een relaas gegeven van hoe het op 6 februari is gegaan. En dat was van beide kanten, denk ik, althans misschien wordt het nu voor mij als hard opgevat. Ik heb gewoon gezegd wat ik daarvan vind. Heel Omtzigt en ik hebben daar ook nog niet over gesproken, ondanks het verzoek om nog te spreken met elkaar. Van mijn kant is niet gebeurd. Maar misschien komt dat nog. Maar ik zie niet in wat dan in de weg zou staan als je elkaar gewoon de waarheid vertelt. En als de heer Omtzigt dat niet de waarheid vindt, staat de heer Omtzigt ook vrij om aan een interruptiemicrofoon te komen. Dat is waar we om een open debat hebben, waar we mensen in Nederland deelgenoot van maken. En ik heb volgens mij geen kwetsende woorden gezegd daarover. Maar goed, iemand anders kan dat wel vinden. Ik kijk de tekst even na, maar ik heb volgens mij alleen maar verteld wat er is gebeurd op 6 februari. En dat ik dat inderdaad niet zo heel netjes vond, om het zacht uit te drukken. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Korte vraag nog. Ik denk dat het van groot belang is dat we onze democratische rechtsstaat beter gaan beschermen, inclusief dat we alles doen wat we kunnen om bedreigingen van politici. Hè, de heer Wilders weet alles van, maar ook andere Kamerleden hebben ermee te maken. Dat we doen wat we kunnen om dat te verminderen. Mevrouw Van der Plas heeft gelijk. Als iemand met bedreigingen komt, kan dat niet zomaar op het bordje van wie dan ook hier geschoven worden. Maar de vraag is wel, wat doet mevrouw Van der Plas precies als dit gebeurt? En ik ben er echt wel van geschrokken, van die intimiderende filmpjes over de heer Holman, over minister Adema. En dan wil ik toch wel graag weten van mevrouw Van der Plas, het klopt toch dat zij beheerder was van de Facebookgroep van Farmers Defence Force en dat het logisch is dat mensen van haar misschien wel iets helderder optreden verwachten, omdat we allemaal
ja, bevreesd zijn over dit soort filmpjes en de gevolgen daarvan. Ja, ik wil terug naar de formatie. Ja, ik wil maar, terug, echt, nee, want ik wil terug... Dat kan... Ja, kunt u een heel kort antwoord op geven? Dan gaan we door naar de volgende spreker. Hier wordt iets bijgehaald wat totaal niet met de formatie te maken heeft. Dat ik beheerder zou zijn geweest van de Facebookgroep van Farmers Defence Force. Dat, we praten over mei 2019, vlak nadat dierenactivisten, voorzitter... Mevrouw Ouwehand, dierenactivisten, 150 stuks, een stal hadden opengebroken en daar met z'n allen zijn gaan zitten. Gewoon inbraak hebben gepleegd. En die zijn gewoon veroordeeld door... Nee. Maar even een kort antwoord en dan gaan we echt terug naar de formatie. Ja, maar ik wil... Ja, dat snap ik. Probeer het in een paar zinnen even uit te leggen. Voorzitter, ik vind het heel belangrijk, omdat mij hier wat wordt aangevreven, alsof ik in de haarvaat van Farmers Defence Force zit. Dat is niet. Ik was toen niet eens Kamerlid. Ik heb dat heel even gedaan, omdat die Facebookgroep heel veel toestroom kreeg, heb ik geholpen om zeg maar, dat een beetje te ordenen. Vervolgens heb ik een aanvaring gehad met Mark van den Oever ergens over. Ik dacht, jongens, zoek het lekker uit. Doe het lekker zelf. Ik was binnen 9 dagen al geen beheerder meer van de Facebookgroep. Mei 2019, hè, mevrouw Ouwehand, via de voorzitter. Ja. En vervolgens, totdat iemand erover begint, denk ik, oh gut, ja, dat was ook nog zo. Prima, dat is dus dan opgelost. Dus ik ga niet de beschuldiging pikken, voorzitter, dat ik hier beschuldigd word van enige connecties, haarvaten van Farmers Defence Force. Nee. Ik was geen Kamerlid. Het is, wat is het? 5 jaar geleden. En de situatie was toen heel anders. En het is genoteerd. We gaan luisteren naar de heer Bontebal van het CDA. Het woord is aan hem. U wilt even een persoonlijk feit maken, heel kort. Want, en het moet wel echt een persoonlijk feit zijn. Voorzitter, een persoonlijk feit. Ik beschuldigde mevrouw Van der Plas niet. En ik heb een vraag aan u. U zegt steeds, ik wil terug naar de formatie. Ik vind dat vervelend, want dat de formatie draait over de rechtsstaat. Ja. En er zijn vragen over, er is een basislijn. Ja. En wat betekent die in de praktijk? Dat gaat wel degelijk over de formatie. Dus ik zou het waarderen als u niet steeds doet, alsof vragen over dat specifieke historische punt eigenlijk niet bij het debat over de formatie zouden horen. Dank u wel. Uw punt is helder, dank u wel.